Natzweiler. Op 21 mei 1941 opent concentratiekamp Natzweiler zijn poort in de Elzas. In totaal werden in de periode 1941 tot 1944 52.000 mensen vastgehouden in het kamp uit onder meer Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Polen, Nederland en de voormalige Sovjet-Unie. Ik ben thuis opgepakt. Toen werd er gebeld. En toen kwam ik, toen zegt hij: bent u meneer De Waal? Ik zei ja. Hij zei: wil u even meegaan? Want heb ik eerst een flink voor mijn zoon in Mieter gekregen. En nou, toen hebben ze me gebracht naar Vught. En toen hebben ze me te pakken genomen in Vught. Ook flink om het doel me gehad. En toen ben ik gegaan naar Natzweiler. Ja, ik ben Ernst Sillem. In Natzweiler ben ik 1 jaar en 2 maanden geweest. Gekomen in juli 1943 en geëvacueerd met de andere gevangenen in september 1944. Samen met het concentratiekamp Gross-Rosen, sinds 1945 gelegen in Polen, was Natzweiler bestemd om NN'ers gevangen te zetten. NN staat voor Nacht und Nebel. Gevangenen met deze aanduiding moesten in nacht en mist verdwijnen. Hun familie werd niet op de hoogte gebracht van de verblijfplaats van deze NN-gevangenen, waardoor er, na hun arrestatie en deportatie naar een NN-kamp, er geen enkel contact meer mogelijk was. Er was 1 gevangene, die was half Duits, die moesten ze maar kapot maken daar. En toen had die Duitse commandant van Natzweiler, die had geantwoord: oh, dat is helemaal niet belangrijk, ze worden allemaal doodgemaakt hier. Natzweiler was een kamp van de derde categorie. De indeling van deze categorie slaat zowel op het type gevangenen als op het kampregime. Categorie 3 waren gevangenen die als zeer gevaarlijk werden beschouwd en de zwaarste bewaking vereisten. Een categorie 3 kamp was een zwaar kamp met een hoge sterfte. In de hiërarchische rangschikking van kampen naar zwaarte staat Natzweiler boven de andere concentratiekampen en direct onder de vernietigingskampen. Maar al was het kamp dan geen moordfabriek, de ex-gevangenen noemen Natzweiler toch een vernietigingskamp, om te accentueren hoeveel groter de sterftekans daar was. In het begin werden we erheen gestuurd om vermoord te worden, gewoon allemaal. En dat hebben ze op een gegeven moment veranderd, omdat ze gedacht hebben dat het beter is om ons te laten werken, eerst voor de oorlogsindustrie, voordat ze ons afmaakten. Dus dan werden we op een andere manier gebruikt en dan konden we dus nog wel wat te eten krijgen. Maar ja, het was nauwelijks beter, hè? Want je kreeg toch altijd slagen op je donder als je iets niet deed wat ze bestelden. Ik ben ook een keer hier, ben ik bewusteloos geslagen en toen ik weer tot mezelf kwam, wist ik helemaal niet meer wie ik was en wat die anderen waren en wat ik daar deed. Ik wist helemaal niks. En Floor Bakels, die heeft me toen onder zijn behoede genomen, die heeft me gezegd: nou, gaan allemaal slapen, het is zondag. En als je morgen wakker wordt, dan is alles weer in orde. Nou, en de volgende morgen wist ik alles weer, dus toen was het oké. Maar ja, dat waren dingen die konden hier daar gebeuren natuurlijk. Het kamp lag ver van de bewoonde wereld en deed zijn naam als Nacht um Nebelkamp recht. De nevel en duisternis waren er vaste gasten. Dit gebied, op de noordkant van de Vogezen, kende lange winters waar een ijskoude, snijdende noordoostenwind waaide, die behalve mist ook regen en sneeuwstormen bracht. Zelfs in mei kon het er nog sneeuwen. Die kou
werd door gevangenen als een grotere kwelling gezien dan honger. Omdat je soms in staat was de honger nog even te vergeten. Maar in te dunne gevangeniskleding was het onmogelijk om je te wapenen tegen de kou. Het is heel akelig als je alsmaar honger hebt. Dan loop je alsmaar te kijken of je niks ziet wat eetbaar is. Dat is heel gek, net alsof je dan een beest wordt. Als een hond honger heeft, dan ligt hij op met zijn neus. Ze snuffelt over de grond of hij niks eetbaars vindt. Nou, dat is zoiets dergelijks overkomt ons ook. Ook zijn veel Natzweilers gestorven als gevolg van de vernietiging door arbeid. Berucht was het werken in de op enige afstand van het kamp gelegen steengroeven, waar roze graniet werd gehakt voor bouw- en beeldhouwwerken van het Duitse Rijk. Het was zware, ongezonde arbeid. In de steengroeven lieten velen het leven, van uitputting of omdat ze werden doodgeslagen door de SS. Tegelijkertijd doen juist over die steengroeven reddingsverhalen de ronde van mannen die hun leven dankten aan een ander die stiekem een zware last overnam. Moest je in de steengroeven werken, je had nauwelijks te eten of te drinken. Het was of veel te warm of veel te koud, het was een akelige geschiedenis. Er stierven voor het einde van de oorlog 22.000 mensen aan uitputting, ondervoeding, ziekte of ze werden vermoord in de gaskamers. Ik haal van mijn vriend. En dat ze vermoord zijn door de gaskamers aangekomen. Dat is het. Het dagelijks leven in het kamp was een hel. In Natzweiler was elk recht en elke wet opgeheven op een manier waarop dat zelfs in de andere kampen niet het geval was. De NN-gevangenen hadden nog minder rechtsbescherming dan gewone gevangenen. Zo mochten, volgens de interne kampreglementen, elke SS'er, van welke rang dan ook, tegen een NN-gevangene geweld gebruiken. NN'ers hadden officieel ook geen recht op medische zorg, hoewel hier minimaal wel van af werd geweken. Evenmin werden overlijdensberichten naar huis gestuurd, wat voor andere gevangenen wel het voorschrift was. De letters NN stonden vermeld op de rode driehoek die de gevangenen op hun kleding droegen en was vaak ook nog op de rug van de kampkleding geschilderd, waardoor gebrandmerkte gevangenen onder constante dreiging van de dood leefden. Dus toen ben ik alsmaar bezig geweest als elektricien en dat is een groot voordeel, want dan kunnen de Duitsers je ook niet controleren, want de Duitsers die de van het leger, die weten van de elektriciteit helemaal niks af natuurlijk. Die vinden het al lang goed als de mensen zich niet proberen te smeren en zo. En dan gaat het wel. Maar dit keer had ik helemaal geen last meer van de Duitsers. Dus je kon af en toe ook spul van de Duitsers kon je ruilen met burgers. Dus op die manier kreeg je dan extra eten en dan kon je dus zorgen dat je op die manier bleef leven. Maar je wordt wel slimmer als je honger hebt. Nadat in september 1944 kamp Natzweiler door de SS werd geëvacueerd vanwege de naderende geallieerden, werden alle gevangenen op transport gezet naar andere kampen. Velen van hen kwamen uiteindelijk in Dachau of Mauthausen terecht. Zo ook Skippy en Ernst. Zij werden naar het overvolle concentratiekamp Dachau getransporteerd en wisten daar, ondanks de vlektyfusepidemie, te overleven. Op 29 april 1945 bereikten de geallieerden het kamp.
Daar stuitten ze op een goederentrein met een evacuatietransport uit Buchenwald, waar in de open wagons 2000 lijken lagen. Bij het crematorium troffen de soldaten nog eens 3000 lijken aan. De nog aanwezige 32.000 gevangenen werden door de Amerikanen bevrijd. Mijn hele leven is een soort van opvoeding geweest. Daarom ben ik altijd min of meer vrolijk gebleven. En ik ben nooit bij de pakken gaan neerzitten en zeggen, nou is het uit, nou is het einde van alles en zo. Nee, dat hoort er niet bij. Altijd hoop hebben. Als je natuurlijk de moed opgeeft, dan ben je er gauw geweest. Hè? Maar je moet altijd moed houden en zeggen, nou, als dit niet lukt, dan lukt er wat anders. Dankzij dat ben ik nog steeds levend. Hè? Skippy de Vaal en Ernst Zillem overleden beide in 2020. De oud-Natzweilers zijn hun hele leven lang bevriend gebleven met elkaar. Wat zij met elkaar deelden, vormde een hecht verbond voor het leven.